I don't know his name, but he talked German to me also a little bit. Oh. Was Which nice. Game was it? I think it was Heracles, maybe. Makkely. Nou, ik weet niet, is duidelijk. Ja, je kunt ermee in gesprek. Antwoord gewoon op je vragen of opmerkingen. En staat boven de spelers. Hiechler. Hiechler, ja. Black hair? Small? Nee. Ja, Wiedemeyer, maar die Vlaanderen, dat vind ik in principe wel de beste eigenlijk, die ik heb meegemaakt. Op dit moment Pieter Vink. Want? Ja, vind ik ook altijd wel een goede scheidsrechter. Maybe when he see it, then he know it. Was it good, German? Yeah, it was good, yeah. Ik kan er niet één bedenken die... Nee, ja, ik ben op zich de laatste tijd wel met iedereen goed, hoor. Ja, serieus. Zoals met Blom afgelopen, die zit dan recent in mijn geheugen. Blom, daar kon ik het ook goed mee vinden. Dus, fijne man. Ja, fijne man. Af en toe. Manschot. Omdat hij in hout woont. Ik ben heel goed met Manschot. Ja, die vanaf vroeger al, ik weet niet waarom. Dat heb ik altijd gehad. Ik vond Paul van Boekel altijd wel. Kun je ook goed mee praten, lekker mee lullen. Dus ik vind sowieso de scheidsrechters wel aardig in de Jupiler League ook. Ze laten lekker doorgaan, serieus. Niet dat je normaal die jonge jongens, dan kappen ze snel af. Ze laten nu, het is een beetje de Bas Nijhuis tactiek denk ik, die ze hanteren. Fijnste scheidsrechter hebben we niet. Ik vind Geusebuur de fijnste scheidsrechter eigenlijk, ja. Nou, relay, ik kan er wat tegen zeggen. Praat met spelers onderling. Neemt het niet zo heel nauw met de regels af en toe. Dat vind ik ook prettig. Jansen. Communiceert goed en fluit goed. Yeah, maybe we Google later. Yeah,